Gekomen aan het gesprek met de landelijke fractievoorzitter Emiel Roemer. Wij praten nog even na met Bart Linssen, voorzitter van de SP in Nijmegen. Welkom. Dankjewel. Wat vond u van het debat? Ja, je hebt wel kunnen zien, Emiel is echt on fire. Hij is helemaal afgetraind, heeft zich heel erg goed voorbereid voor deze campagne. Elke vraag die slaat hij gewoon knock-out. Dus supergoed, klaar om te knokken. Ja, laten we even kijken naar wat lokalere onderwerpen. Als mensen op de SP gaan stemmen, wat merken mensen uit de regio Nijmegen daar dan straks van? Nou, we hadden een tijdje terug een politiek wijkcafé in Dukenburg. En een van de zaken die me daar heel erg is bijgebleven is dat mensen het echt heel gek vinden dat de wijkagent voor een groot deel is verdwenen. Er zijn geloof ik nog 3 wijkagenten in Dukenburg. En mensen die bellen, melding maken, die krijgen vaak wel de reactie van ja, we komen langs. Maar dat lukt dan soms niet. En het bureau dat vroeger vlak om de hoek zat, dat is gesloten. Nou, de SP investeert het meeste van alle partijen, echt meer. Ik geloof, pak de 4 grootste bij elkaar. Dan investeert de SP nog meer dan de rest in eigenlijk de hele veiligheidsketen. En dat is heel belangrijk, want die agenten die willen ook wel wat doen. Maar die krijgen gewoon niet de ruimte door alle bureaucratie en alle taken die ze er extra bij krijgen om langs te komen op dat soort momenten. En wil je de buurt verbeteren, nou, dat is absoluut, dan ben je het beste uit bij de SP. Nou is het nog iets minder dan 2 weken tot de verkiezingen. Wat gaan jullie tot die tijd doen? Nou, morgen, dat is vrijdag 3 maart, dan hebben wij een 24-uurs marathon, campagne-marathon, non-stop actie. Waarbij we onder andere langs gaan bij politie, brandweer. We gaan verschillende wijken in, ik geloof Lindeholt en de Benedenstad. Iedereen in Nijmegen kan dit weekend de SP tegenkomen. En dat is eigenlijk wat we ook de komende 2 weken blijven doen. Continu campagne voeren, actie. Dat is hartstikke leuk. Succes tot die tijd. Hey, dankjewel.